Zo, ik heb straks mijn punten. Wat denk je? Wat is de pronostiek? Ik denk, ik weet niet, 1 of 2 max. Serieus? Examens, ja. Ik heb goed gestudeerd. Fucking baas, maat. Ja. Nee, dat is wel netjes, dat is wel netjes. Let op, ze biedt 5. Nee. Nee, ik denk 1 of 2, maar of geen. Mm-hmm. Meestal, ik weet niet, altijd met de hak over de sloot. Altijd die 10, die 11. Altijd als ik denk van, oké, ik ga grandioos gebeurd zijn. Ik ben dan zo diegene die dan nog net de 10 heeft. Oh, je bent die eikel die zegt van, het ging echt slecht. Nee. En hij is, boom, 21 maat. Nee, dat is niet waar. Dat is echt niet waar. Ik ben degene die altijd zo mij goed weet in te schatten. Ik weet altijd, oké, als het echt zot goed gaat, heb ik ook echt exact het punt juist. Maar als ik denk, het ging niet goed, dan heb ik altijd gewoon net het geluk. En dan ging het ook, allee, een 10, ja, het is goed, hè, dus ja. Door, hè. Maar het ging dan ook echt niet goed. Het is niet dat ik dan een 17 heb, uh-huh. Of zo, dat niet. Oké. Want dat zijn echt verschillende mensen. Ik weet het allemaal zo nog niet, hè. No. Ik zou niet met u achteraf de antwoorden willen overlopen. Oh, maar dat haat ik ook. Ik ben meteen door. Ik ben echt boektas, doei. Boy, maat. Dat is ook gewoon... Je hebt daar niks aan. Je hebt niks aan het overlopen van die antwoorden. Je kunt er niks meer aan doen. Fucking zwijg en ga naar huis. Ik wil er niet over praten. En iedereen wil zijn gelijk ook hebben, hè. Ja, maar het zal alle twee wel juist zijn, hè. Maar hij gaat dat wel goed verbeteren. Nee, het is oftewel A, oftewel B. Klopt. Iedereen haalt elkaar gewoon naar beneden. Hij wordt nog onzeker voor de volgende examen. Er zal altijd wel iemand zijn die zich kut voelt. Hè? Ja, altijd. Dat is altijd het geval. Ja, nee, en ik ben altijd diegene. Ja? Maar je bent wel gewoon altijd door, eigenlijk. Ja, maar dan ben ik altijd degene die zo denkt van, misschien ben ik toch wel fout. Ah, ja. En dan begint het te twijfelen in mijn hoofd. Maar uiteindelijk, eindstand, wie heeft de goede punten? No, man. This guy. Oh, dat klinkt zot op schepperig. Nee, maar het is wel okay, zo. Het is ook zo, niet meer... cool om te haten op de mensen met goede punten. Nee, want iedereen heeft goede punten nodig nu. Dan, je bent erdoor, loser. Nee. Je hebt geen herexamens, fucking nerd. Ja, dat is... Je hebt een hele zomervakantie zonder te studeren of wat? Fucking loser. Ja. Ik bedoel, wat heb je eraan? Het is gewoon graaf, maar ik ben blij voor je. Oprecht. Thanks. En ik hoop dat ze nu ook goed zijn. En als ze niet goed zijn, ga ik ook lachen. Maar ik hoop dat ze goed zijn.